dal van duisternis heen. Uw liefde drijft de angst uit in mij. Ook al loop ik vast, overvallen door een hevige storm. Ik keer niet om, want u bent nabij. En ik vrees geen gevaren meer. Met mijn God steeds aan mijn zij. Voor wie zou ik nog vrezen? Hij is toch bij mij. Hij is toch bij mij. Woord voor de maand december 2021. Zacharia 2 vers 10. Jubel Sion en verheug je, want ik kom in jouw midden wonen, spreekt de Heer. Jubel Sion en verheug je, want ik kom in je midden wonen, spreekt de Heer. Zacharia 2 vers 14. Dagteksten woensdag 1 december 2021. Exodus 33 vers 13. Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Exodus 33, vers 15. En het leerwoord uit Johannes 10, vers 4. De goede herder loopt voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. De goede herder loopt voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Johannes 10, vers 4. Trouwe Heer en Heiland, Hemelse Vader, God van trouw, Jezus vriendelijke Heer, Heilige Geest, die steeds genadig op ons neerziet, die in ons woont, U die ons hart steeds vervult met uw liefde, met uw geest van vuur, met uw genade. We danken u voor deze prachtige dag, niet alleen, maar we danken u dat wij ons mogen verheugen en we verheugen ons. Omdat u in ons midden woont, omdat u troont in onze harten, omdat u uw tempel gemaakt heeft in onze harten. Ja, Vader, en daarom kunnen wij nergens gaan als u niet met ons meetrekt. We kunnen dat niet, Vader, want we hebben u nodig, nu meer dan ooit. Net als uw schapen, omdat u voor ons uitgaat, omdat wij u kennen. Wij herkennen uw stem, ja Vader. Zo willen we gaan, dat wij constant uw stem mogen horen, dat wij u constant mogen zien, u mogen voelen en mogen weten dat u het bent die ons leidt, dwars door alles heen. Dank u voor die geborgenheid en die liefde. Dank u Heer, dat we meer dan ooit met u willen gaan. Dat u voor ons uitgaat, zodat wij niet onze eigen weg gaan. Dat wij niet onze eigen wil volgen. Neem ons hand, dierbare Heer. Ook die van de zieken, de bedroefden, de eenzamen, de verdwaalden, gefrustreerden. Gaat u ook met de koppigen, degenen die tegen een muur gelopen zijn, leiders die bezig zijn om zaken af te ronden, omdat het de laatste maand van het jaar is. Vader, zij die weggevallen zijn, terwijl u hun leidde. Ja, Vader, ook de senioren burgers, mantelzorgers, verpleegkundigen, artsen, allen die zorgen, ook ouders, ook kinderen, en ieder brengen wij voor uw troon van genade. Dat ze ook uw geest mogen voelen. En dat ze ook op uw pad geleid mogen worden. Met liefde. Met die barmhartigheid die altijd zo zacht en teder is. Help ons Heer om ook vandaag in uw kracht te staan. Met een positieve houding. Met een houding van hoop. Met een kalme moed. En bovenal, met die vrede die alle verstand te boven gaat, zodat anderen u in ons kunnen herkennen. Help ons, Heer, om zo te wandelen dat een ieder die we op ons weg tegenkomen, aangeraakt worden door uw geest. Dank u, Vader,
dat wij u mogen danken voor de laatste maand in dit kalenderjaar. En voor deze adventsviering en kerst die wij tegemoet zien. Omdat wij middenoverwinnaars zijn door Christus die ons heeft aangeraakt als nooit tevoren. Dank u Heer. Gaat u zo met ons mee. In de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.